18 maart. Ik ben al gaan hardlopen. Ik ben al terug. Misschien is het niet meer te zien. En dat komt omdat ik me in grafiekjes was aan het inlezen op mijn gsm over de cadans, over de pasfrequentie. Ik zal het even uitleggen. Afgelopen zaterdag heeft Guy nieuwe hardloopschoenen gekocht. En die jongens die daar werken, dat zijn eigenlijk allemaal kampioenschap jongens die ontzettend goed marathons kunnen rennen of korte afstanden. En die waren mij aan het leren hoe ik een betere pasfrequentie kon krijgen. Dat mijn cadans rond de 180 stappen per minuut zou zijn. Ik dacht, dat is wel gemakkelijk. Het zag makkelijk uit. Ik denk, dan ga ik dat vandaag eens even in mijn training toepassen. Ik denk, dan laat ik jullie thuis en dan ga ik 180 stapjes op een minuut proberen te maken. En ik merkte al snel dat ik niet meer echt wist hoe het moest. En dus ik ben thuis meteen in mijn gsm gaan kijken, omdat die horloge dat allemaal bijhoudt. Ja, nou, ik heb 156 cadans, 156 stappen per minuut. Dus niet die 180. En dan denk ik, ja, ik was een beetje ontdaan. Het lijkt allemaal zoveel gemakkelijker. En het zijn eigenlijk ook dingen waar ik misschien helemaal niet zo ontzettend in moet duiken. Want dan ren je helemaal niet meer ontspannen. Ik was de hele tijd aan het tellen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik denk, oh, dat werkt echt niet. Nou, dit was maar een heel makkelijk oefenrunnetje. Ik heb maar 6 keer 400 meter hoeven te rennen. In het totaal maar iets van 3,5 kilometer. Maar ik was met die pasfrequentie bezig. En met die cadans. En met die 180 stappen per minuut. Dus jongens, als jullie kijken van de Lopers Company, het is niks geworden. Ik moet het misschien ook gewoon loslaten. Uiteindelijk zou die cadans ervoor moeten zorgen dat ik ook sneller dan 6 minuten ren over 1 kilometer. En ik heb net gespiekt, ik was langzamer. Met alle goede zorgen was ik langzamer met rennen als ik het gewoon op mijn eigen manier doe. En ik denk ook als je al 50 jaar hetzelfde loopt of wandelt of rent of dingen doet. Dat het dan soms moeilijk is om dat te veranderen. Ik moet trouwens denken aan de tandarts. De tandarts zei ooit een keer tegen mij, je moet ook proberen om aan de andere kant te kauwen. Ik kauw altijd rechts. En ben ik dat wel eens vaker gaan proberen met iets. Dus ik denk, nou, kauwen is aan die kant en het is even moeilijk. Het zijn allemaal gewenstes en gewoontes. Ik ga lekker douchen en de dag beginnen. Vanmiddag neemt Guy jullie mee, want die heeft nieuwe hardloopschoenen. Hij zegt dat hij geen pijn meer heeft aan zijn Achillespees. Dat zijn rug soepeler is. Nou ja, dat is allemaal echt super fijn. Dan ga ik me even douchen en dan ga ik even de boodschappen halen bij de Albertijn. Bij de winkel waar Damien werkt. Dan ga ik even de boodschapjes scoren. Kijk vandaag gezellig met ons mee. Eerst lekker douchen. Gespot. Ja, dit is de light. Ja, jij weet waar ik voor kom, hè? De light versie. Bronkas light, dat zijn ze. Dankjewel. Kruidenkas light. Dankjewel, Damien. Zeker. Ik ben op de fiets. Oh. Zo. Wat moet ik nog? Gehakt? Gehakt. En die smeerboter was in de reclame. Ja. Zeeuwse meisje. Ja. Laat dat zoeken. Zeker. Smeerkaas. Die vindt Quirino zo lekker, hè? Die puntjes. Wat kostte die hier? €2,99. Dat valt ook mee. Valt ook mee. Ja. Zo, ik laat even de boodschappen zien en dan ga ik de tafel dekken. Dan ga ik een boterham eten met Damien. Ik was over die kruidenkaas bezig. Ik doe vaak een spinazie maken met macaroni en dan doe ik er een kuipje kruidenkaas doorheen. En dat is natuurlijk best wel calorisch. En Damien zei al een tijdje, hey mam, die is er ook in de light vorm. En bij de Jumbo en bij de Plus kon ik die niet vinden. Ik heb hem. Dit was hem. En dan kan ik die eens een keer proberen. Nou, dan heb ik nog komkommetjes. Filet américain. Ik ga vanavond een hartige taart maken. Dus daar heb ik dat deeg voor nodig. Knekkertjes. Ja, deze heeft vierde gevraagd. Ik vind dat eigenlijk een beetje onzin, want die zijn best wel prijzig. En ja, daar is hij eigenlijk gewoon veel te groot voor. Maar goed, hij doet ook zijn best op school, zullen we maar zeggen. Koffiemelk. En wit brood. Gekookte Gelderse. Dit is iets wat Quirino heeft geleerd om te eten. En Quirino is heel moeilijk met eten. Dus ik ben blij dat hij dit nu lust. Havermout. Ik had havermout van de Plus. En die vinden wij niet zo lekker. Dus ik heb nu voor de grove vlokken gekozen.
beschuiten. Zeeuws meisje was in de reclame. Smeerpaté. Koekjes. Serane vindt het de lekkerste koekjes die er zijn. Maïs. Diepvriesmaïs. Diepvriesmaïs, nog nooit geprobeerd. Die gaat vanavond in de hartige taart. Yoghurt. En dit was voor 25 euro. Ik ga het even opruimen en dan ga ik de tafel dekken. Ja, hier maak ik vierder blij mee. En Querine ook. Maar goed, mag ook wel een keer, hè. Mag ook wel een keer. Koffietijd. En Damien. Damien. Ja. Met een korte broek. Klopt. Ja. Oh. Optimistisch. Zeker. Optimistisch. Ik ga lekker boterhammetje eten met kaas. Ja. Je hebt vliermerken. En je hebt zo'n pleister, zie ik. Een pleister. Ja. Een pleister. Geen blauwe. Normaal hebben ze blauwe bij de Albertijn. Nee, ik heb nu een andere, ja. Was zo leuk, hè. Charlotte zei, oh, ik ga even Damien achterhalen. Zeker. Echt een leuke collega. Ja. En je hebt taart gehad. Ja, taart. Oh, bofkont. Bofkont. Ja. Die zit daar goed. Zeker. Die zit daar goed. Ik ga dadelijk even met een vriendin, samen met Leo, even een stukje wandelen. Kan ik even een beetje bijkletsen. Dat is ook leuk voor Leo. En dan ga ik daarna Leo even kammen. Is echt wel nodig bij Leo. Steeds en voornamelijk die kont. De kont bij Leo is eigenlijk hetgeen wat het meeste klitten vormt. Hè? Gezellig. Nou, ga even lekker eten. Hey, sunshine. Ja, wat een weertje. Lekker, hè? Oh, dat is niet normaal, hè? Querino is net binnen. Hop. Jullie lijken wel de paashaas. En hop. Af. Koffietijd. Oh, lekker. Querino kent alle letters. En ook de gecombineerde letters. Dus de E en de ui. En de ou. Atje ou. De O. En er is morgen op school letterfeest. En hij heeft gewoon vrijgepakt. Vrijgenomen, vrijgekregen. Hoe je het ook wilt noemen. En dat is goedgekeurd. Dus wij gaan morgen samen naar het letterfeest. Ja, gezellig. Krijgen. Gaan we lunchen daar. Oh. Gaan we uitgebreid lunchen. Ja, echt superleuk. Superleuk. Wat wil ik nu vertellen? Ja, Guy gaat joggen. Mm-hmm. Hardlopen. Heel rustig. Is joggen ook hardlopen? Joggen is nee, langzaam. Joggen is geen hardlopen. Dus jij gaat joggen? Nee, ik ga rustig hardlopen. Dus snel lopen. Nee, ik ga rustig hardlopen. Ja, dan ga je joggen. Nee, joggen is heel wat anders. Niet waar. Jawel. Een jogger stopt niet bij het stoplicht. Die blijft staan. En hardlopen, die kan wel stoppen. Hm? Ja, dat heb ik ooit eens gelezen. De allergrootste onzin. Nee, dat heb ik ooit eens gelezen. Dat is een ding, hè? Wat zegt hij dan? Nee. Een jogger stopt niet. Dat haal je echt wel zo. Nee, dat heb ik wel eens gelezen. Ja, ja. Oké, okay, dan ga je... We gaan het eens opzoeken. Nou, jullie zoeken me even op. Anders moet je even boven bellen. Het is wel allemaal met zo'n code en echt waar. Waarom is dat allemaal zo ingewikkeld? Ze willen even kijken, uitsluiten of ze reuma heeft. Ja. Maar jij zegt, als je reuma hebt, dan ben je nog verder van huis. Een heup is plaatselijk. Dan kunnen ze makkelijker iets aan doen dan reuma. Reuma, dat zit overal. Gaat het goed buiten? Ja hoor. Oh, ik zie nog geen bloed, staat alsof niks op het raam. Dus het komt allemaal goed. Ga maar omkleden. Een goede warming-up doen. Rustige warming-up. Dan komt dat goed. Gewoon heel rustig. Als ik nou langer dan 2 uur weg blijf, dan moet je komen zoeken. Dan lig ik ergens... Daar heb ik vaker over nagedacht. We hebben geen gsm bij ons. Nee, we hebben niks bij ons. En we gaan dadelijk verder rennen. Ja. Dan gaan we daar 10 of 15 kilometer rennen. Ja. Dan moet dat eigenlijk wel met een gsm. Eigenlijk wel. Hè. Maar waar stop je die? Ik heb geen idee. Nou, op de arm dan ik heb dat nu wel altijd. Ik denk, oh, laat me lekker liggen.
Want als ik op school ben, als ik een keramiek of zo. Maar ik heb hem altijd in mijn zak, maar niet mijn rennen, want daar heb ik je zak. Niet, want het zijn toch allemaal geen zakken waar je telefoon in kunt duwen. Dat is toch allemaal niet diep genoeg. Ja, mannenbroeken, ja. Mannenbroeken wel, ja. Dus... Komt goed. Ik heb hem ook niet. Nieuwe patas, hè? It's a beautiful day. Yeah. Spannende dag. Ja? Ja, niet dan. Zo lang niks kunnen doen met mijn... Oh, het staat je goed. Moe, ja. Oh. Je kunt zo in de folder. Ja. Ik ga rustig aan vertrekken. Ook optrekken. Nou, je kunt bijna een kort broekje aan, hè? Ja, maar dit is warmer voor mijn dame. Oké. Normaal zou ik zeggen, ik doe mijn korter al aan, maar ik ben niet voorzichtig, zeg. Ja, ik vind de schoenen mooi. Ja, ik ook. Geweldig. Dat ze veren zo lekker. Oh, op wolkjes. Lekker toch? Ik ga beginnen. Weet je wat we te eten krijgen? Nee, hoe je? Trikken raden. Gaat het toch niet? Nee, ik wou net zeggen, ik ben niet zo goed een H, daar hou ik ook niet van. Met een H. Met een H? Ja, toch? Ja. Het spot? Nee. Wat heeft nog een H dan? Anders moet je onder het rennen... Pachie! Nee, nee. Onder het rennen ben ik met rennen bezig, niet met eten. Oh, ik dacht één ding tegelijk. Ja, okay. Nog één pot. Wat is? Nog één poging. Met een H, wat heeft een H? Dan heb je verloren, dat weet je niet. Dan moet je straks maar kijken. Hè? Als je binnenkomt, dan ruik je het wel. Oeh, dat struikt flink. Geen idee. Kom, ga. Ja. Ik heb net een lekkere warming-up gedaan. Ik heb mijn horloge gewoon op maximaal 10 minuutjes gezet. Zodat ik niet langer ga. Maar ik ga dus gewoon hardlopen, lopen. Hardlopen, lopen. Kijken hoe het voelt. Gewoon naar je lichaam luisteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Nu op dit moment met mijn beentje. Dus gewoon niet in één keer 10 minuten vol knallen. Maar gewoon heel rustig dribbelen. En zo weer opbouwen. Want ik wil natuurlijk die 5 kilometer gaan lopen volgende maand. En de maand erop de 10. Dus we gaan gewoon beginnen. En dan spreken we jullie zo weer. Nou, ik ben net begonnen. Wat is het weer heerlijk om weer hard te lopen. Ik moet heel rustig doen gewoon. Ik moet me eigenlijk aan de rem trekken. Maar we doen ons best. Dadelijk een stukje lopen. En dan rustig aan opbouwen. Komt helemaal goed. Nou. Even rustig een stukje lopen. Voelt heel goed aan. Gelukkig. Dus. Nog eventjes rustig lopen. En dan gaan we daar weer rustig verder. En op dit moment heb ik nergens last van. Dus ga met die banaan. Nou, ik zit nu op 7,5 minuut. Gaat lekker. Ik heb 1 keer pas gelopen. Laat ik even kijken of ik nog een keer loop. Of dat ik rustig doorga. De man van de schoenenwinkel had me een tip gegeven. Gooi je been niet zo ver naar voren. Had gekeken naar mijn looptechniek, gefilmd, laten zien. Ik deed mijn benen heel van naar voren strekken. Nee, zegt hij, je benen mogen niet verder dan je lichaam. Het loopt heel anders, wel lekkerder. Maar het is even wennen. Ik voel het aan mijn schenen, dat ik dus niet zo ver naar voren ga. Maar het gaat wel lekker. Gewoon rustig doorhubbelen. Heerlijk. Eindelijk weer hardlopen. En mijn schoentjes, die lopen zo. Zalig. De horloge zegt, ik ben er bijna. Oh, hij trilt. Oh. 10 minuten. Nou, dat ging lekker. Zonder pijn in mijn kuit. Ik ga daar wel nog even stretchen. Helemaal rustig. Laat hij afkoelen. De koeling nou doen. Maar het ging wel lekker. En die nieuwe schoentjes, die veren zo zalig. Dan merk je dus inderdaad dat rubber vergaat.
Tot dadelijk. Doei doei. Een quiche. Ja, een hartige taart. Oh, eindelijk. Dat vroeg jij al heel lang, hè? Ja. Lekker. Misschien. Wat ben jij laat thuis? Ja. Wat zijn jullie maar? Een huisje van SpongeBob. Een dierenwinkel. De Pets Place. Oh, waar ze naar de bovenste verdieping gaat. En nog een verdieping. De Pets Place. Alles goed, meis? Ja, zeker. Nou, het voordeel van een ovenschotel is dat ik even de afwas kan doen. Ja, een kast, hè? Dan is de keuken lekker schoon. Ja, zeker. Wat is papa aan het doen? Die is wel een opruimen. Ja, want deze kast moet iets leeg. Dus we moeten iets anders doen. Ik moet zwart. Nee, we moeten even iets anders. Nee, zwart blijft het probleem. Is niet op te lossen bij ons. Als we het nu niet hebben, dan moet je creatief zijn. Ja. Zo is het. En een ander kleurtje. Dit lijkt toch een beetje op zwart. Die zwarte stiften, die willen niet. Die zijn gewoon meteen op bij ons. Iedereen wil zwart. En in elke set zit maar één zwarte stift. Maar jij zei volgens mij, Sarana, dat ze bij de HEMA wel zwart hadden, toch? Ja, vroeger wel. Nu niet meer. Alleen op Feyenoord. Is dat HEMA-pakketje nog niet... Nou, ik had een mail gekregen. Je pakket is onderweg om 1 uur. En als ik erop tik, zegt hij geen gegevens. Want jouw flashcards zijn onderweg. Ja, ze zijn onderweg. Die zijn in een flesje aan het vliegen. Nou ja, ik krijg geen informatie, dus... Hey, Sunset Motel. What are you doing? Het staat op je shirt. Ik denk, wat zeg je? Jij had goed gerend, hè? Ik heb lekker gerend. Lekker soepel. En heel rustig. Rent een stuk sneller dan het ik. Ja, maar het is geen wedstrijd. Maar ik rende gewoon heel rustig voor mijn doen. En met die tips van die schoenverkoper. Ja, die tips van die schoenverkoper heb ik vanmorgen ook geprobeerd. Maar dat werd hem niet. Nou, bij mij wel. Dat werd ook heel goed. Dat de cadans op 180 per minuut moet zitten. Ja, maar hij zegt gewoon je voeten mogen met lopen niet voor je lichaam komen. Dus in feite kleinere stapjes, dan ga je vanzelf sneller. Maar dat was ik dus aan het proberen. Ja. Je voeten mogen niet voor je lichaam komen, maar dat gaat niet. Bij mij gaat het wel. Bij mij gaat het niet. Oh, heb je een raar lichaam? Nog gaan op. Laat zien. Een ding waar hij alles geld op Als je gewoon loopt, moet het heel rustig, kleine stapjes zijn. Mag niet voor je lichaam komen. Ja, ze komen nu ook voor jouw lichaam. Als je zo graag niet. Normaal liep ik altijd zo, met de voeten ver naar voor. Dat is hele grote stappen. Wat een tas, zeg. Vind je? Staat het bom. Dit is nog een lichte. Weet je nog laatst? Toen stond hij van mij, naast hij van jou. Ja. Ik heb hem hier staan, hè. En toen had ik die even daar neergezet. En toen dacht jij dat je je laptop kwijt was, hè? Ja, dat was echt... Het is net een maatje kleiner. Ja, je was aan het voelen in mijn tas en je dacht, mijn laptop is weg. Ja. Het is een beetje dezelfde, maar ietsje kleiner. Ach ja. Dan krijg je die even benauwd, hè? Ja, dat zeker. Ga naar de tafel dekken. Ik ga de tafel dekken. Maar ik heb hier 2 Picasso's zitten. Ja, ik ga mijn handjes even wassen. Tafel dekken. Stop. Ja, omdat hier de vogels kooien zijn. Oké. Dus die trap, weet je waar we die trap naartoe laten gaan? Nee. Daar is toch een hier. Want hier als helemaal, daar kan je niet dus lopen. Wel, maak een balkon. Dat is de Pets Place, papa. Ja, een balkonnetje. Ja. Dit is een dierenwinkel. Zo. Geen zwart. Huh? Welke kleur was dat, Kim? Zwart. Nee, donkergrijs. Deze. Ja, die ziet zo lekker uit. Grijs. Heel lang niet meer gemaakt. Hè? Ja, veel te lang. Hoe gaat het hier in de dierenzaak, in de dierenwinkel? Heel goed. Er is feest. Een aapje hangt aan de vlaggetjes. Ja, mensen, iemand die nog ziet dat er aap is. Ik ga eens iets kopen. Maak je spin. Zijn die zo duur? €75 voor een konijntje? Nou, kijk eens naar de krokodil. Krokodil, kun je ook een krokodil kopen? Maar ik zou toch geen krokodil kopen in de dierenwinkel. Want die is heel rijk. Die kat willen kopen. Mauw. Ik wou die vissen kopen, behalve de roze. Behalve de roze. Dus laat je er eentje zielig zitten. Wel zielig. Maar hoe maak je een spin? Ja. Een spin? Echt lekker uit.
Sarah, kom je ook eten? Ja, zeker. Dat ik. Hier? Welke wil jij, Sarah? Een lekkere grote, dan met kom veel korst. Kom hier. Rechts is niet gesneden, zeg. Oh. Wow. Lekker. Hey, die ziet lekker uit. Ja, ik moet ras. Ja, ik was de boodschappen gaan halen bij de Albertijn. Oh. En toen kon ik de havermout niet vinden. Oh. Ik was de havermout aan het zoeken bij het mail. Was dat niet de bekende die er werkte waar je dat kon vragen? Toen ben ik naar de kaasjongen gegaan. En die kaasjongen zei, kom maar mee. Naar de havermout. Ja. Nou, dat ziet er heel lekker uit. Tada! Wow, wow. Dat heb jij verdiend aan het rennen, hè? Ja, dat, en jij ook, hè? Ik ben ook gaan rennen. Dat bedoel ik. Alleen ik kreeg die kadans niet. Dat komt allemaal rustig aan. Het, ja, die jongens vertellen dat dan, hè? Ja, en dan denk je, oh, simpel. Doe ik even. Hij deed dat voor in de winkel. Ja. Zien dat? Ik denk, oh, dat zijn allemaal wormpjes. Dat zijn wormpjes kooi. Je moet eigenlijk wel een beetje mannen maken. Ik zou zeggen. Smakelijk. Dan zegt hij geen informatie over uw pakket. Oh. Sarana heeft bij de HEMA flashcards besteld om te leren leren, hè? Toch? Dat ja, is toch om te leren leren? Je had gisteren ook al ijsje. Ja. Ze voorboeden op de zomer. Het zonnetje is geen vandaag de hele dag. Ik ben blij dat je lekker loopt op je schoentjes. Ik ben blij dat ik lekker heb kunnen hardlopen. Kijk, we hebben een halve bewaard. Ja, knap hè? Voor ons is dat heel knap. Ja, heel knap. Knap. Normaal zou je helemaal opeten. Ja. Een grijze ballon, maar die zie je eigenlijk, jongen. Ja. Morgen. Morgen, tussen 2 en 6. En die van mij zou vandaag nog komen. Jouw sleutel voor de auto? Ja. Nee, geen sleutel. Ja, gereedschap voor de auto. Een veeltand bitjes. Veeltand. Dus zo voor 8 uur vandaag met die algeliever. Is die goed? Doei doei. Tot morgen. Dat is eigenlijk feestout vet. Ze zijn weer aan het kleuren. Ja. Lekker toch. Goedemorgen. Dinsdagmorgen 19 maart. Mm-hmm. En vandaag is het een hele speciale dag. Letterfeest. Letterfeest. We hebben vandaag feest. Letterfeest bij Quirino op school. En dat betekent dat Quirino alle letters kent. Toch? Ja. Alle letters van het alfabet. En dat gaan we vandaag vieren. Op school. En, dat gaan we vieren op school. Mm. En dat betekent dat hij vrij heeft genomen om naar het letterfeest te gaan. Ja. Vrij heeft gekregen van de baas. Mm-hmm. En die zit aan tafel erbij. De baas? Ja, van de baas. Van de baas van het vliegveld. Ja, papa heeft gevraagd. Reden van verlof. Ja. Letterfeest. En daar zit hij. Tadaa! Ben je klaar voor het letterfeest? Ik ben helemaal klaar voor het letterfeest. Zullen we eens een paar letters vragen? O jee. Kijken of jij ze een beetje kent. Hier, kijk. Ik ga eens eventjes vragen. Kun je eens lezen wat er staat? Oh, is ook nog een moeilijke, nee, hè? Moeilijk. Ja, die is niet helemaal eerlijk, hè? Die onderste, die rode balk. Die rode, ook. Zeemeisje. Zeemeisje, en de onderste. En die rode balk. Geen... Nee, zijn wij toch flauw, hè? Met deze... Nee, die is ook moeilijk. Ja. Kun je eens even een biepboekje pakken? Halfvolle melk. Halfvolle melk. Wacht, we pakken even een biepboekje. Dan ga je een stukje lezen. Ik denk dat dat een beetje eerlijker is als dat we vragen bij een Zeeuwse meisje. Geen cent te veel. Is ook wel een oude reclame, hè? Toch? Die doet niet meer mee. Hoi, Saar. Mooi. Dit is ook nog vroeg, hè? Geen cent te veel. Geen cent te veel. Kom, we gaan eens even luisteren. Kijk eens hier. Lees eens een stukje voor. Je vrouw is in huis. Ze zoekt haar poes. De poes heet Pim. Maar de poes van je vrouw is er niet. Wauw. Ik heb een stukje brood naar binnen. Leuk, hè, Quirino. Vandaag letterfeest op school. Ja. En jij hebt lekker vrij. En deze ochtend wat afspraken, hè? Nog wat afspraken, ja. Alles een mooie, op één, alles dag, op één dag. Ja. Moet je een paar handtekeningen gaan zetten. Hè? Kan niet gebeuren. Nou, kijk vandaag gezellig met ons mee. De jongens van ons hebben autisme. En die hebben dan speciale verslagen, omdat ze speciaal onderwijs hebben. Daar moeten handtekeningen onderin gezet worden. Dus Giep kan vandaag even overal nog handtekeningen gaan zetten. Vanmiddag letterfeest en zwemles van Quirino.
En eens even vragen, gisteren is Guy gaan hardlopen. Mm-hmm. Hoe is het gegaan? En heb je geen spierpijn? Nergens last van, geen pijntjes. Hoppatee. Maar ik heb wel een goede warming-up gedaan, een goede cooling down gedaan. En rustig aan gedaan. En nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen. En nieuwe schoenen. En nieuwe schoenen. En dat merk ik heel goed. Ja. Ja. Had ik niet gedacht. Ja, dus meteen dan ook eigenlijk de eerste 3 tips als je gaat beginnen met hardlopen. Wij zijn er tegenaan gelopen, letterlijk en figuurlijk. Is beter warming up en cooling down. Dat doe ik ook echt nu tegenwoordig. Beginnen met goede schoenen, dat is bij geen niet gebeurd. En rustig aan. En rustiger aan. 3 belangrijke tips. Ja. En dan komt dat allemaal goed. Hè? Nou, ga ook lekker eten. Ja, zeker. Smakelijk. Nou, die juffrouw zit echt op het dak. Ja, die zit op het dak. Ja. Lijkt wel op ons dak. Lijkt het op ons dak? Want kijk, dat is rood. En ons dak is ook rood. En de muur is wit. Zijn we klaar voor? Quirino, tot straks hè. Ja. Bij het letterfeest. 12 uur zijn we weer daar hè. Letterfeest. Ja. Dat is heel snel. Dat is heel snel. Van welke kant zou het busje komen? Kan elke dag van de andere kant komen. Ja, ja, tegenwoordig wisselt het af. Oké. Ja, dat ligt aan wie je moet ophalen natuurlijk. We wachten wel even. Denk je die kant? Ik weet het. Ik denk het. Nou, alle afspraken afgewerkt deze ochtend. En we zijn nog even snel bij de Action naar binnen gevlogen. Omdat Quirino zijn hoofdtelefoon door midden heeft gekregen. Ja. Ja, hoe krijg je het klaar? Ja, maar hoe vaak is hij al niet op geweest gebruikt? En uren? Die heeft wat uurtjes versleten. Die heeft heel wat uurtjes gedaan. Een hele mooie nieuwe gekocht. Ja. Leuke kleur. Ik vind het een leuke kleur. Dit is de oude. En hier is hij boven. Hij zei vanmorgen, hè? Ja. Het zit niet meer lekker, zeg. Papa zit niet meer lekker! Ja, ja nee, dat kan wel, ja. Heeft geen druk meer. Dus dan krijg je een hele mooie nieuwe vanmiddag. Ze hadden Actie. Ook een kindermodelletje. Ja, die was klein. Die waren die schelpen, die waren binnen de helft. Nee, dat moet je niet doen. Dan zit die echt op je oortjes. Die zit er overheen. Noise cancelling erop. Een zaklampje. Zaklampje voor mij, op het werk. Oh, die is voor op het werk? Ja, voor de platen. Die stevig is een metalen. En ik heb sneakersokjes. Ja. Voor van de zomer. Laat de zon maar komen. Heerlijk toch. En jij moet zo weg, ik hè? Ik ga zo weg. Ik ga zo eventjes naar de visio. En het gaat goed. Heel goed. Heb je geen spierpijn? Helemaal niks. Nergens last van. Ah. Zo lekker, hè? Dus ik heb ook heel rustig aangedaan, hè? Ja, maar je loopt veel harder dan dat ik loop. Ik heb heel rustig aangedaan. Oh. Ik loop normaal veel harder. Oh. Ik zag gisteren, Guy zegt, ik heb heel rustig gelopen. En ik kijk naar zijn tempo. Ik denk, rustig gelopen? Je bent hartstikke snel. Nee. Ja, nou ja, maakt ook niet veel uit. We vinden het wel leuker, hè. We vinden het hardlopen echt leuk. Dus ik hoop echt dat zo'n stijgende lijn vooruit gaat. En we beginnen met de 5 kilometer op 21 april bij de Groene Loper in Maastricht. Ja. Dat is voor ons een thuiswedstrijd. Ja, dat is echt. En ik heb er echt ontzettend veel zin in. Mm-hmm. Hij gaat zo naar de fysio om 11:30. Ja. En dan vanmiddag is het... Letterfeest. Letterfeest tijd. Oh, ja, dat redden we maar net dan, hè? Dat redden we maar net. Dus, dat redden we maar net. Ja, ik ga daar binnen buiten en dan meteen door. Dan ben ik erdoor. Ja, ja, dat is goed. Goed. Dan doe ik anders al Leo. Ja, dat is misschien goed. Wel slim. Komt even koffie. Ja. But I don't remember what I need. Nou. We hebben een supergezellig letterfeest gehad. We hebben letterfrietjes gegeten, letterkoekjes gegeten, een letterbingo gespeeld, een letterspeurtocht. Ja, ik kan geen letter meer zien. En Quirino, ik heb genoten. Ik heb genoten samen met de ouders van de kinderen. Het is ook eens fijn om elkaar zo te ontmoeten. En een hele leuke middag gehad. We gaan dadelijk nog naar zwemles. Quirino, even vragen of hij het ook leuk vond, want ik heb echt een hele leuke middag gehad. Hoe vond jij het? Goed. Ja? Was het leuk, hè? Yes. Ik vond het ook heel leuk. Uh-huh. En nu hoef je niet met het busje naar huis. Yes. Hey, zijn we zo thuis? Was gezellig, hè? Jazeker. Was heel gezellig. Die letterfrietjes waren van de Jumbo, hè? Die waren van de Jumbo, ja. Die waren lekker. In de airfryer. Frikandelletjes. Frikandelletje erbij. Versgebakken koekjes voor en die koekjes hebben jullie gebakken, hè? Letterkoekjes. Ja, goed gedaan, hoor. Echt leuk.
doos. Schil, kook, bak. Prik. Maar je ziet je ziet niet echt Hema. Hema. En dan hier heb je weer andere erop staan. En ook Hema. En hier heb je weer andere erop staan. Ja, en hier heb je weer andere erop staan. Poets, wijn, thee. Ja. Leuk hè? Op elke kant iets anders. Rapapa. Wauw. Het belangrijkste ligt boven. De flashcard. Oh, ik heb de doos gesloopt. Zag. Dat maakt me niet uit. Huh? Ja, daar zijn ze. Oh. En ze hebben dus ook navullingen van het doosje. Oh, kijk, en mooi met scharniertjes. Plastic doosje. Geweldig. Gaan we heel voorzichtig openmaken. Hè? Flashcard. Ja, ja. Kijk, de achterkant zie je de streepjes. Spondrijd. Dankzij de abonnees, hè? De tip van de abonnees, hè? Ja, dit is leuk. Oh jee, wat gaat er nog komen? Wat een mooi doosje. Een? Die is groot. BH? BH. Oh ja, nou, die is te groot. Die is te groot, hè? Ik kan zien wie zo. Voor wie was die? Voor mij of voor jou? Dit is voor mij, maar ik had een ML. Het is een halletje, ja. Oké, die past niet. Fiona. Oh, mijn tasje. Oh, die is leuk. Vouw hem eens uit. Vouw hem. Wat jammer van die BH's. Ja. Ja. Afwachten. Kijk. Leuk, hè? Ach, joh. Ach, zo handig. Ja. Nou, is echt handig, hoor. Echt heel handig. Echt heel handig. Koffiepet. Oh, ja, dit hier nog bij. De belangrijkste. Die zijn zo lekker. Ja, die zijn echt lekker. Ja, en ik heb hier nog een verjaardagscadeau voor Queen in zitten. Verjaardagscadeau voor Quirino, dat mogen we niet laten zien. Oh. Nee, want hij kijkt de vlogjes. Oh. Damien heeft ook nog iets leuks gekregen. En je hoopt dat dit het kaartje is van Raoul. Ja. We hebben wel een stiekem gevoeld. Oh. Jazeker. Wauw. Oh, kijk eens hoe mooi. Wauw. Oh, wauw. Kijk eens hier. Wauw. Hallo allemaal. Succes met jullie vlog. En wie weet, tot ziens. Groetjes van je Raoul. Oh, Damien. Daar staat een privé tekst op van Damien. Oh, je hebt er ook nog één. Zal ik hem voorlezen? Zeker. Hoi Damien, leuk om te horen dat je fan bent. Mocht ik je ooit tegenkomen, maken we een foto. Groetjes van Raoul, wat lief. Wat ontzettend lief. Ja, zeker. Wat een mooie foto's. Ja, is echt mooi. Echt mooi. Het is echt prachtig. Hele dikke, hè? Ja, een hele mooie glanzende foto's. Damien, zullen we een lijstje kopen? Oh, je hebt nog een hele brief. Een hele brief. Voor mij. Oh, zullen we die rustig? Ja, die gaan we rustig zelf lezen. Die gaan we zelf rustig zelf lezen, ja. Oh. Mooie foto's. Mooi, ja. Heel mooi. Nou, we zijn bofkonten, hè? Ja, zeker. Moeten we even opmeten voor de afmeting. Leuk lijstje. En dan ophangen. Leuk. Echt wel. Zeker. Zullen we gaan BH's passen? Ja. Of niet? BH. Nou ja, ik kijk even hoe het... Wie weet past het wel. Mij past hij niet. Ja, past wel. Proberen denk ik. Waard, hè? Past wel, maar of er vulling in zit, weet ik niet. Maar het ging voor dit, hè? Ja, daarvoor ging... Koffietijd. Koffie. Oh, tot morgen. Doei. Ja, mooi hoor. Echt mooi.